Je AOW, ja, dat is niet meer toereikend tegenwoordig. Gewoon overal op letten wat je uitgeeft. Wat altijd al het adagium was, op de kleintjes letten? Ja, op de kleintjes letten. Ik slaag daar gewoon goed in. Want wat je niet hebt, kun je niet uitgeven. Maar u kunt zich in ieder geval redden? Jazeker, redden doe ik me altijd. Ik bedoel, in de jaren 81, bestek 81, hadden we natuurlijk ook zo'n crisis. Toen heb ik mezelf leren naaien. Dus ik heb nog steeds winst van de crisis van toen. We hebben in 1982 een huis gekocht voor 72.000 gulden. Dat is nu 4 keer zoveel waard. Dus in dat kader kunnen we wel wat beleven. Kunt u zich voorstellen dat u in een luxe positie zit vergeleken bij heel veel andere mensen? Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, als je uit de supermarkt gaat, dan schrik je wel wezenloos. Zijn de prijzen echt gestegen? Ja, ze zijn gigantisch gestegen. Vind ik tenminste. Als je dus, wat je vroeger zeg maar, voor 15 euro hebt, betaal je nou zo'n 20, 25 euro voor. Je kunt wel, misschien wel hogere inkoopprijzen hebben, maar de marges zijn vooral mee veel te hoog. Ja, ik heb er zelf nog niet zoveel last van, maar nee. Ik kan me voorstellen dat dit voor mensen die wat krappere beurs hebben, dat het een probleem is. Nou, we zijn al bij mijn pensioen, mevrouw en ik. En we hebben genoeg pensioen over om dat te kunnen opvangen. Ja, nou ja, niet te gek doen, hè. Een terrasje minder pakken. De folders nakijken. Nou, dat een beetje. Dat zijn de simpele oplossingen? Ja, dat denk ik. Ik ben in zoverre van vroeger uit al heel zuinig geweest altijd. En daar ben ik wel heel blij van dat het zo geweest is. Want veel mensen leven toch wel in weelde. Alles moet luxe, alles moet er maar zijn. He, van supermarkt naar supermarkt. Ja, zo hou je je centjes in orde. Kunt u zich voorstellen dat er een heleboel mensen zijn die nog meer op de kleintjes moeten letten dan ja. U? Ja, dat denk ik wel. Vooral de ouderen. Hè? De ouderen die krijgen het nu heel moeilijk. En die hebben het al moeilijk. Zou daar iets aan gedaan moeten worden volgens ja, u? Ja, de AOW omhoog. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als jij dus van de uitkering moet leven, of weet ik veel waar, dan denk ik niet dat je de eindjes aan elkaar kunt knopen. Zou daar iets aan gedaan moeten worden volgens ja, u? Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat je gewoon dat ze de regering een toeslag moet geven aan de armoede. Daar zijn ze wel mee bezig. Maar... Ja, maar ze zijn overal mee bezig, maar dat komt nooit wat aan. Verwacht u dat de prijzen zo zullen doorstijgen? Als er geen rem op komt, dan gaat het door, ja. Maar wie zou ze moeten stoppen? Niemand. Nou ja, een voorbeeld. Ik kocht gisteren een potje knoflooksaus. Een heel som voorbeeld hoor. En tot voor een poosje was een grotere pot. Was een euro. En ik betaalde nu voor hetzelfde merk, hetzelfde spul, een veel kleinere pot, 1,49. Dus gewoon op de kleintjes letten? Dat bedoel ik. Dat besef ik me wel te regen, ja. Ja, dat is heel vervelend, maar ik heb er toch geen oplossing voor. Denkt u dat de prijsstijgingen doorgaan? Ja, het is van meerdere factoren afhankelijk. Hè. Nu is er weer die oorlog, die verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne. Ja, de energieprijzen zijn ontzettend hoog. Ja, de mensen willen allemaal wel de goede zorg hebben. En terecht. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ik ga niet op vakantie. Ik zit meer op dit ding dan in de auto. Dus mijn benzine heb ik ook geen last van. Met dit weer kun je goed fietsen. Dus dan verbruik je ook niks. Ik heb nooit een verwarming aan. Nee, wel. Kunt u zich voorstellen dat er een heleboel mensen zijn die het financieel wat minder hebben op dit moment? Ja, dat denk ik wel. En misschien hebben ze ook nooit geleerd om de tering naar de nering te zetten. Dat zou kunnen. Want ook dat is natuurlijk een kunst. Ja, er zijn mensen die het minder hebben, dat is sowieso waar, ja. Zou daaraan iets gedaan moeten worden volgens u? Ja, dat hangt er vanaf. Ik bedoel, als je kijkt naar de uitgavenspatronen, eventueel ook van die mensen, dan heb je kans dat ze er zelf ook nog een heleboel aan kunnen doen. Wat ik bijvoorbeeld zeg, geen verwarming aan. Doe s'avonds als je het koud hebt, doe een vest aan of sla een pleet over je benen. Dat is een politieke kwestie, hè? Dat moet in Den Haag worden geregeld. Ja, weet je wat het is? Ze doen veel voor de jongeren, maar ze moeten ook veel meer voor de ouderen doen. Verwacht u dat de prijsstijgingen zullen doorgaan? Ja, zeker weten. Kijk, want als die mensen straks een beetje meer geld krijgen, dan gaan ze weer de prijzen verhogen. Ja, toch? Okay. Heeft u er geen last van? Niet zo. Nee? Nee.
Nou ja, ik moet er wel op letten. Dus dat doen we ook. Veel meer mensen dat wij eigenlijk buitenaf denken, omdat de mensen die dat ja, dan zien en horen, die het zelf ook vaak nog wel heel goed gaat. Ook iets die lopen er niet mee te koop. Die lopen er niet mee te koop, heel duidelijk. Ja, probeer rustig te blijven en probeer de handvaten zodanig vast te houden met elkaar dat je er wel doorkomt door deze tijd. Ik denk het wel. Ik bedoel, als dat helemaal dat in Rusland allemaal nog doorgaat, dus sowieso de energieprijzen zullen nog wel blijven stijgen. Heeft u nog een advies of een tip voor mensen? Weet wat je in je portemonnee hebt en als het op is, is het door.